Adelaar moest aantreden vrijdag voor het competitieduel in de Benelux tegen het Belgische Lierse SK. Toch nog aardig wat publiek gekomen naar het Kyocera Stadion, ondanks de topconferentie in Den Haag. Het stadion was wat moeilijk bereikbaar. En ADO is gebrand op een goed resultaat, want de voorgaande twee wedstrijden werden gewonnen. Dus ook in eigen huis wil de ploeg van Sarina Wiegman natuurlijk graag de volle buit pakken. ADO Den Haag had twee goede wedstrijden hiervoor uit, won het bij PEC Zwolle met 0-7. En daarvoor werd Standaard Luik thuis verslagen met 1-0. Aan de bal, Kitty Suzanne legt de bal terug en daar komt Yvette van der Veen op. Paast de bal op de linkerkant op Lisanne Grimbergen. Lisanne Grimbergen probeert zich van de tegenstanders te ontdoen. Probeert tussen twee man door te komen, lukt niet. Blijft wel in balbezit. Probeert nog even buitenom te gaan, maar speelt dan de bal niet terug. Ze gaat het alleen proberen en speelt dan met rechts voor. En daar komt aan de bal inderdaad Vesna Veldrop. Ze probeert het, maar de keepster van Lierse, Dorien Peters, is attent. Uittrap van de Lierse doelvrouw Dorien Peters. Moeilijk uitgetrapt, want ADO zet gelijk druk en probeert op die manier in balbezit te komen. En dat lukt, want daar zit Linette Berestein ertussen. Ze gaat alleen op de keepster af. Probeert het, maar de bal buitenkant paal, net naast. Pech voor ADO Den Haag. Het blijft 0-0. Ingooi van Marleen Joren, speelt de bal op Linette Berestein. Ze gaat het proberen, legt terug op Linette Berestein, trekt de bal voor. Kitty Jean legt breed op Lucienne Reigert. Ze probeert met een schot, maar dat schot mist kracht. Lierse probeert er wel uit te komen, maar het is ADO Den Haag dat op dat moment balbezit houdt. Alhoewel hier een verkeerde terugpas van Marleen Joren. En dat betekent dat Lierse in de aanval kan komen. Men gaat het proberen. Schot, maar Barbara Loshaert is attent en de bal wordt weggewerkt. Een vrije trap voor Lierse SK in het eigen 16 meter gebied. Maar men komt niet ver. De bal wordt op het middenveld weer opgevangen door ADO Den Haag. Linette Berestein teruggelegd op Kitty Suzanne. Die zet gelijk Marjolein Joren aan het werk. En daar komt Lisanne Grimbergen. Net een meter tekort, maar eigenlijk had het de openingstreffer van ADO Den Haag moeten betekenen. Lierse probeert eruit te komen. Dat lukt weer niet. En weer wordt in de diepte Linette Berestein gezocht. En ze denkt er langs te gaan. ADO Den Haag claimt een strafschop. Maar het is geen strafschop. Scheidsrechter Westenbroek staat er bovenop en besluit tot een achterbal. Keepster van Lierse, Dorien Peters, raakt bij die actie overigens wel geblesseerd, maar kan daarna gewoon weer verder spelen. ADO Den Haag gaat weer een aanval opzetten. Lisanne Grimbergen vangt de bal op, schermt goed af, maar wordt in de rug gelopen. Scheidsrechter Westenbroek besluit tot een vrije trap voor ADO Den Haag op de middenlijn. In de diepte wordt daar aangespeeld Lisanne Grimbergen. En die speelt weer terug op een opkomende verdediger Paula van der Veen. En dan Kitty Suzanne komt naar binnen toe. Gaat het proberen met het schot, maar het schot wordt geblokt. Waardoor de bal simpel kan worden opgeraapt door keepster Dorien Peters. Lierse gaat het weer proberen bij die achterstand. De bal wordt aangespeeld in het centrum, maar ADO Den Haag probeert goed te verdedigen. Het is Lucien Reigert die probeert in balbezit te komen. Dat lukt er niet. Slecht weggewerkt, waardoor de nummer 10 en McQuire wederom in balbezit kan komen. Speelt de bal naar de buitenkant toe. En ja, gaat het 1-2 situatie? Nee, het lukt niet. Het is een strafschop. Althans, dat denkt Lierse SK. Maar scheidsrechter Westerbroek, hij staat er nog in 2 meter vandaan. En hij besluit anders. Uittrap van de keepster Dorien Peters. De bal wordt doorgekopt. En Lierse gaat het weer proberen op rechts. En daar wordt aan het werk gezet Dominique van Wensveen. Goede voorzet. Keepster Barbara Loshaert komt eruit, plukt de bal. Maar wordt geattaqueerd in haar eigen doelgebied. En dat betekent een vrije trap. Want je mag de keepster niet aanvallen in haar eigen doelgebied. Scheidsrechter Westenbroek had er goed het oog in. Tweede helft. ADO Den Haag
Bal op Lisanne Grimbergen. Ze wacht even, ze kijkt. En daar komt aangelopen Vesna Veldtrop. Wordt neergelegd. Wederom, de scheidsrechter staat er bovenop. En hij besluit nu wel tot een strafschop. Terechte beslissing overigens. En voor die strafschop gaat zich melden Lisanne Grimbergen. En staat klaar en vervolgens stuurt Lisanne Grimbergen Dorien Peters de verkeerde hoek in. Stand 1-0 voor ADO Den Haag. En dat is een terechte voorsprong op dat moment. Wissel bij ADO Den Haag. Vesna Veldtrop gaat eruit en Renate Jansen komt in het veld. Renate Jansen, ze stond er ernaast omdat ze terugkomt van de ziekte van Pfeiffer. Net koud in het veld. Hoekschop voor ADO Den Haag en daar is Renate Jansen. Neemt de bal direct op de schoen, maar de bal wordt van de lijn gehaald door een verdedigster van Liersen. Pech voor ADO Den Haag, pech voor Renate Jansen. En Liersen probeert voor opruiming te zorgen. ADO Den Haag blijft het heft in handen houden. Kort erop gezeten door Kitty Suzan. Speelt hier Renate Jansen aan. En die twijfelt niet. Schuift de bal langs Corien Peters. En dat betekent dat ADO Den Haag op 2-0 staat. Blijdschap natuurlijk bij de ADO vrouwen. Want 2-0 betekent dat de wedstrijd min of meer in de knip zit. Het publiek genoot, zeker in de tweede helft. Mooie doelpunten van Haagse zijde. ADO Jans, ADO Den Haag weer in balbezit. Lisanne Grimberg en daar wordt op de linkerkant aangespeeld. Linette Berenstein maakt gebruik van haar snelheid. Kiepster komt uit het doel. Ze probeert het met een lop. Goed geprobeerd, maar de bal valt op het dak van het doel. Geen doelpunt voor ADO Den Haag. Het blijft 2-0. Weer ADO Den Haag in balbezit en gaat het proberen. Een steekpaas op Linette Berenstein. Het was haar avond niet. Ze doet het goed, ze staat ervoor. Ze speelt de bal, maar schiet in het zijnet. En ze weet het zelf ook. Het is niet haar avond tegen Liersen. ADO Den Haag bouwt weer aan een aanval op de eigen helft. Wordt de bal eerst rondgespeeld om te kijken op het moment dat de bal weer diep gespeeld kan gaan worden. Terugleggen van Grimberg. We gaan het weer opnieuw proberen vanaf eigen helft. Zoeken naar de opening in de Lierse defensie. Kitty Jean krijgt de bal en daar komt naar binnen de invalster Michelle Vrieling. Wordt overtreding gemaakt op haar door Kloe van Minnegoed. ADO Den Haag mag een vrije trap nemen, daar bemoeit Marleen Joren zich mee. Lucien Rijgaard probeert met een diepe bal. Bijna is het 3-0. Lisanne Grimberg, ja, ze protesteert nog wel even, maar ze kan net niet bij de bal. Kiepster Dorien Peters pakt de bal in veilige handen. Het blijft op dat moment 2-0 met nog 3 minuten te spelen. En dan is het het moment weer van Renate Jansen. Met rechts legt ze de bal klaar voor de linkerbeen en diagonaal haalt ze uit langs de grond. Kiepster Peters volkomen kansloos. 3-0. Een belangrijke overwinning voor ADO Den Haag. En de blijdschap bij de Haagse vrouwen is natuurlijk volkomen terecht. 3 wedstrijden gespeeld, 3 overwinningen, 9 punten uit 3 duels.